dat raakt. Ze maken ons geld op en ze zeggen voor ons dat dit marktwerking is en dat het goed is. Wij staan hier omdat er een marktinstrument moet komen dat goed is voor melkveehouders. De marktinstrumenten die er tot nu toe zijn geweest, die zijn vooral heel goed voor de zuivelindustrie. Hè, gegarandeerde opbrengstprijs voor de zuivelindustrie. Maar je ziet aan het hele lage inkomen van boeren en de lage melkprijs, dat daar in ieder geval niks van wordt doorgegeven. Ik denk dat wij dit jaar gewoon 40.000 tot 50.000 euro bij moeten leggen om boer te moeten zijn. En op zich is dat niet zo'n probleem, één jaar, maar het is eigenlijk structureel een probleem. Ik ben 55 jaar al boer, zelfstandig. We hebben wel eens jaren gehad dat het ook minder was, maar nu spant wel de kroon. Jij gaat het bedrijf van je vader overnemen over een tijdje, zie je dat al zitten? Ja, op dit moment is het nog een beetje allemaal op een laag pitje. Want ja, als het zo doorgaat, dan zijn we er ook niet meer. Dat is dus de reden waarom we hier ook zijn.